Ja, stripvrienden, ik ben op dit moment mijn weg aan het zoeken naar de presentatie van de stripglossie. Die is ergens verstopt. En ik loop weer door zo'n straatje. Ik hijg aardig, want het is toch wel stiekem een eindje lopen. En ik ben heel eerlijk, ik heb geen conditie. Dat zeg ik gewoon heel eerlijk. Maar het is natuurlijk wel ontzettend leuk. Want op deze manier ben je niet alleen maar op één plek waar de kramen zijn. Maar ga je ook een beetje door de stad heen dwalen. En dan ga je dus kijken waar... Ja, waar er nog meer is. En als het goed is, moet ik op deze straat zijn. Nummer 69. Gaan we even opzoeken. Aan de overkant, de Burgwal. Nou, we gaan even kijken. Volgens mij heb ik hem gevonden. En ook hier weer water en bootjes. De stripglossie werd gepresenteerd in een prachtig grachtenpand, ergens verstopt in Haarlem. En bij binnenkomst zie je aan de wanden meteen allerlei prachtige platen hangen, vergrote platen van het werk van Martin Lodewijk, Dick Maarten en Daan Jippers. Binnen was het ontzettend gezellig en vooral druk. Iedereen met een glaasje champagne en iedereen natuurlijk bladeren in die nieuwe stripglossie. Vooral de makers die eraan meegewerkt hebben, die waren benieuwd hoe hun bijdrage eruit zag. Nou ja, iedereen zat natuurlijk gewoon te bladeren, want iedereen was benieuwd hoe het blad er nou eindelijk uitzag, wat er allemaal in stond. Geweldig om die mensen daar te zien. Dick Matena die aanwezig was. Martin Lodewijk die heerlijk zit te lezen. Er was nog even een leuke presentatie, namelijk van de Generaal Index. Nou, wat dat is, dan moet je even de link in de beschrijving gaan volgen. Nou, net is de presentatie geweest van de stripglossie. Precies. Dat is hem. Wat vind je van? Qua uiterlijk fantastisch. En qua inhoud moet ik hem nog lezen. Maar dat ziet er heel goed uit. Ja. Ik mag zeggen, tot mijn vreugde sta ik erin met mijn werkkamer. Okay. Niet aan het werk. Dat is, zo kennen ze me weer. En nog met wat... stripjes die ik ooit eens geprobeerd heb aan te bevelen. Oké, nou hartstikke leuk. Aan te bevelen. Hoe lang maak jij al strips? Sinds 1950. Nee, sinds 1950. Maar ik verkoop ze sinds 1957. Oké. Okay. Maar dan heb je natuurlijk in de loop der tijd heel wat ontwikkelingen gezien. Ja, en daar zie, je bijvoorbeeld hier, hier iets van. Want ik dit is een strip die ik geprobeerd heb. Ja, dan komt ze nu in een auto langs. Ja, we staan hier ook gewoon midden op straat. Hè, dus, dus dit is een strip in ontwikkeling geweest. Oké, zo. Hoe lang geleden heb je dat gemaakt? Dit is uit 1996 geloof ik. Oké. Okay. 95-96. Ja. Ik heb ontzettend veel dingen geprobeerd. Niet alles is gelukt. Agent 327 gelukkig wel. Storm ook. Ja. January Jones ook. En wie weet wat we nog allemaal aan tegenkomen in de stripglossie. Ja, nou, een leuk nieuw blad. Dat is een leuk initiatief. Ja, prima. Ja. Prima. Dus het mag jouw stempel van goedkeuring wel hebben. Kijk, zo. Hartstikke mooi. Nou, allemaal naar de winkel. Stripglossie gaan halen. Doe. Zo stripvrienden, ik loop weer lekker in de felle zon. Hier in Haarlem bij de stripdagen. Ik ben, zoals jullie gezien hebben, bij de presentatie geweest van de stripglossie. Ik heb hem 130 pagina's lang. Een blad vol met strips, met achtergronden, met informatie, met interviews. Ja, alles prachtig mooi vormgegeven.
Dus absoluut een heel bijzonder blad. Ik was alleen net even te laat om de echte onthulling van de cover mee te maken. Het was ontzettend druk ook. Heel veel mensen zijn erop afgekomen. Nou, hartstikke gaaf natuurlijk. Nou, stripvrienden, jullie hebben het kunnen zien. De stripglossy is officieel gepresenteerd. In het bijzijn van de nestoren van de Nederlandse strip. Toen ik daar in die ruimte rondliep, bij al die mensen had ik echt zoiets van, wauw, jongens, bijna de complete geschiedenis van de Nederlandse strip is gewoon hier in deze kamer. Dat is echt ongelooflijk, hè? Fantastisch om daar te zijn. De atmosfeer was geweldig. Maar het gaat natuurlijk nu even om de stripglossy, want ik heb hem gelezen. Kijk, Martin Lodewijk, hè, die je net zag, die had hem even doorgebladerd. Er is natuurlijk niet heel veel tijd om hem helemaal te gaan lezen daar. Ik heb hem inmiddels gelezen. Niet alles nog, want 130 pagina's, hè, er zit ontzettend veel in. Maar ik heb er enorm van genoten. Ik vond het heerlijk om te lezen. Vooral, ja, omdat het even een andere aanpak is. Er zitten heel veel strips in. Maar eigenlijk wordt elke strip vergezeld van een stukje over de maker van die strip. Dus je leert degene kennen die de strip maakt en daarna kun je genieten van zijn werk. Nou, dat is iets, dat vind ik zelf ook heel belangrijk. Dat mensen ook erachter komen wie nou de gezichten zijn achter die strip waar wij zo van genieten. Nou, dit blad gaat daar zeker een hele belangrijke rol in spelen. Er zitten hele leuke artikelen in. Daan Jippers was gast, hoofdredacteur. Die heeft ook een prachtige cover gemaakt die je kan uitklappen. Nou, dat vind ik echt super. En ook leuk gedaan, ontzettende gave foto van hem. Nou, ook over hem staat er gewoon een heel interessant artikel in, dat je een beetje ja, leest wat hij allemaal gedaan heeft. Nou, best wel indrukwekkend, moet ik zeggen. En zo worden er heel veel meer echt. Het is echt te veel om op te noemen wat hier allemaal in staat. Twee dingen wil ik gewoon wel even heel kort laten zien, gewoon omdat ik dat voor mezelf ook heel erg leuk vind. Een hommage aan de generaal. Dat is echt een van mijn favoriete strips vroeger uit de Eppo. Gemaakt door Vic de Berg. Vic de Berg is ook de sympathieke tekenaar die mijn logo gemaakt heeft. Dus nou, dubbel leuk wat dat betreft. En een itempje. Dat is toch het itempje wat mij echt opviel. Een strip battle. Ze pakken een bepaald thema. In dit album is dat censuur. En er zitten in de rest van het blad zitten er meer artikelen die daar ook mee te maken hebben. Dus dat maakt het leuk, want uiteindelijk linkt het wel een beetje aan elkaar. Maar goed, drie tekenaars die bij mij onbekend waren, die hebben alle drie een 1-pagina strip gemaakt over het thema censuur. Ieder op zijn eigen manier. En je kan dan naar de website van de stripglossy gaan en daar kun je dan stemmen op ja, degene die jij het gaafst vindt, het mooist vindt, het best vindt, noem het maar op. En dat vind ik leuk, want je gaat ook een beetje nadenken, waarom kies ik daarvoor? Ja, het is niet gewoon willekeurig, nee. Ik heb zelf ook gestemd en ik heb echt zoiets van, oké, ik ga uitleggen, waarom kies ik daarvoor? Nou, dat vind ik heel erg leuk. Dat en nog veel meer zit in dit blad. Hij ligt bij de stripwinkel en waarschijnlijk ook bij heel wat andere winkels, dus ga hem daar halen. Ik wens je in ieder geval heel veel leesplezier. Nou, bedankt voor het kijken naar deze speciale reportage over de stripglossy. Ja, ik hoop dat jullie hem heel leuk gaan vinden en abonneer je allemaal op dit geweldige nieuwe blad. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video.